Oké, alles loopt. Hoor je, kun je nu praten? Ja, hè? Ja. Oké, dan ga ik even beginnen. 3, 2, 1, nu. Good morning, YouTube. Yo, gasten, welkom bij Team Dief. Ik ben Jeff en vandaag heb ik een duo commentary, want we gaan jullie even wat uitleggen. Ik doe het vandaag met Kever. Ik doe het vandaag met Kever. Dat klinkt wel heel erg vaag, Kever, of niet? He, toch? Ja, een beetje. Ja. Jij benaderde mij vanmiddag en toen zei je van, nou, Jeff, moet je horen. We zaten eigenlijk gewoon even te lullen. Toen hoorden we een hoop gegillen en gedoe op de achtergrond. En, ja. je broertje was een game aan het spelen. Klopt. En hij speelde Black Ops 2. Ja, Black Ops 2, ja. Ja, en toen vroeg ik jou van waarom gillen die gasten zo op de achtergrond? En toen zei hij tegen mij van, nou ja goed, we spelen een spelletje, spelen ze. En toen vroeg ik ook aan jou van, ja wat is er dan? Nou, leg het even uit. Nou, dat heb je even gedaan. Het is eigenlijk gekomen uit Amerika of zo vandaan. Hoe zit het nou? Ja, ik heb het zelf van een Engels YouTuber, ik weet niet of het uit Amerika is. Maar ja, eigenlijk, het is een spel. Er is één iemand is een verrader. Ja. En er zijn drie innocent, is dat in ieder geval op zijn Engels, drie niet-verraders. En ja, de verrader moet de niet-verrader zeg maar zien af te maken en andersom de niet-verraders te verraden. Ja. En ja, als je je vrienden dan killt, dan moet je zelf ook zelfmoord plegen. En degene die het laatste over is, heeft dan gewonnen. Ja, want je hebt één klas voor de niet-verrader. En dan hebben we vier klasses voor de verrader, zeg maar, hè? Ja. En die mag claymores gebruiken, bouncy baddies, om zijn eigen een beetje te beschermen. Want het is eigenlijk gewoon één tegen de rest. Zo moet je het een beetje zien. Die anderen hebben alleen maar een val met silencer en een tech 45. Ja. En er wordt gespeeld op hardcore, hè? Ja, op hardcore. Free-for-all. Ja, oké. Okay. Nou, we laten jullie nu even een klein stukje zien. Dat is gewoon één potje. Dat laten we jullie nu zien zo. En dan, dan hebben jullie een klein beetje het idee wat er gaat gebeuren. Dus ik zou zeggen, laten we gewoon starten. Ik span ergens op een map. Op de boot. Echt? Op deze boot? Wie is dat? Wie is dat? Dat ben ik. Oké. Okay. Ja, wie is dat voor me nu? Wie staat er nu voor me? Dat ben ik. Wie rent er weg? Ja. Okay. Wie zit er onder het helietje? Wie zit er onder die helikopter? Hier. Ik. Nee. Pijpen. Ik heb hem nu al. Ja, ik heb hem al wat ik net deed. Oh, Nee. Heel dicht bij elkaar. Ja, waar zit hij nou? Ja. Nee! Kever! Oh, Kever zelfmoord. Kever, wat een lul. Zeg het dan ook, hè? Wie is dit? Wie is het? Wat gebeurt er met mijn scherm? Dat was ik, dit. Ja, ik schoot ook op, ja. Ja, ik zag er iemand doodgaan, dus ik dacht echt, oh shit. Zo, ja, en dit was het videootje. Hebben jullie een beetje het idee gekregen van, nou, zo werkt het, zo zit het in elkaar. Het is echt heel erg lachen en vanavond moet ik nog even weg. Maar als ik thuis kom, dan ga ik gewoon online staan met mijn Xbox. En dan gaan we gewoon een potje spelen, want hoe meer mensen eraan meedoen, hoe leuker het is natuurlijk. Het mooiste zou zijn als je dan, wat je nodig hebt in ieder geval is Skype. Stuur mij gewoon even een berichtje op Xbox van Jeff, kan ik meedoen? En dan gaan we dan even kijken of we het via Skype doen, ja of nee. Of dat ik het gewoon jullie stemmen via de Xbox opneem. En dan wil ik daar een serie van maken. Het is eigenlijk gewoon een beetje het spelen met subs. Kever, ik vond het een heel goed idee. Ik wil je daarvoor ook hartstikke bedanken. En we hebben het vanmiddag even gespeeld, hè? Ja, dat was erg, erg leuk. Ja, en ik heb ook gewoon echt heel veel lol gehad. Kun je nog voor de rest nog even wat vertellen over die game ofzo? Of? Officieel komt het van Garry's Mod, Gmod, dat is een ander spel voor de computer. En het zijn gewoon Engelse of Amerikaanse mensen die hebben daar een Call of Duty versie van gemaakt. Ja, ja, het is echt, jullie zelf die settings ook willen hebben ofzo, dan
Ja, dan zou ik daar eens even een videootje over maken. Dan moeten jullie dat maar even zeggen. Van ja, Jeff, we willen die setting zo ook. Want ik wil het ook gewoon samen met mijn vrienden spelen. Dat kan natuurlijk, dan maak ik daar een videootje over. Maar goed, ik had totaal geen plezier meer in Black Ops 2. En ja, als ik dan nu dit heb gespeeld. Ik heb echt gewoon ouderwets. Gewoon gelachen, weet je. De tranen liepen over mijn wangen heen. Ik, Kevin nogmaals. Of Kevin, Kever, nogmaals. Ja, ik zie hier Kevin staan. Nogmaals, hartstikke bedankt daarvoor. Vanavond ga ik dus online met de Xbox. Iedereen die mee wil doen, die kan gewoon meespelen. Natuurlijk moet je gewoon ja, niet echt lopen kloten en zo. We spreken ook af in het begin, hè, van wie hem is. Ja, je weet wel wie het is. Alleen je moet zelf als instellingen de namen van andere mensen uitzetten. Anders is het niet leuk. Ja. Dan weet je direct wie is. Ja, precies. Hey, en dan, wat wij deden dan, dat was dan, als je dan zeg maar de verrader bent, dan moet je eigenlijk een 3-streak opbouwen en dan heb je eigenlijk de game gewonnen, hè? Ja. Ja, anders duurt het ook te lang, hè? Ja, precies. Maar ja, als je met 18 man bent, of met 10 man, zeg maar, dat je met 10 man bent, duren de potjes ook wat langer, hè? En dan wordt het eigenlijk moeilijker, hè? Het wordt steeds moeilijker dan. Ja. Ja, uiteindelijk is het wel makkelijker als je met minder overblijft, maar het is ook gezelliger als je met meerdere speelt, Ja, het is gewoon, ja, hoe meer mensen, hoe leuker het is. De pest is als je in het begin al neer wordt geschoten door door je teammaat of zo. Dan moet je teammaat moet zichzelf dan ook om het leven brengen door middel van die C4 die je hebt. En ja, dan, dat is eigenlijk de pest dat je dan gewoon heel lang moet wachten. Dus ja, het is eigenlijk de bedoeling om zo lang mogelijk te blijven leven natuurlijk. Ja, en zo min mogelijk te campen. Ja, het is een beetje tactiek. Het is een camp. Ja, het is ook wel een beetje een tactiek, vind ik. Ja, je moet niet de hele tijd campen eigenlijk, want ja, dat maakt wel iets minder leuk. Ja, dat maakt het de hele tijd andere. Minder spannend maakt het ook. Dus. Ik zou zeggen, jongens, ik hoop dat jullie dit spelletje leuk vinden en ik hoop dat jullie mee willen spelen. Stuur me gewoon gerust een bericht op Xbox, dan ga ik je gewoon in feite sturen nadat ik online ben. Kever, nogmaals dankjewel en ik spreek jullie later. Zeg dan doeg. Oh. Doeg. jij had ook een channel, toch? Ja. Noem die dan ook nog even. Ja, ik ben Hans van het Grote Game Kanaal. Hans van het Grote... Nou ja, het is eigenlijk het Grote Game Kanaal, hè? Ja, een al aan elkaar. Ja, oké. Okay. Jongens, tot later. Ciao.